Lange files naar de stad en daarna nog uren zoeken naar een parkeerplekje. Als we het probleem nu niet aanpakken, is dit het beeld voor de toekomst, zo waarschuwt onderzoeksinstituut Crow. De oplossing voor het probleem zit hem in het verminderen van het verkeer in de stad, zoals ze in Den Bosch doen. Den Bosch is een prachtig voorbeeld van parkeren buiten de stad met een goed functionerende transferia. Het idee daarachter is, je laat je verkeer zo weinig mogelijk het stadcentrum inrijden en je zorgt voor een goed kwalitatief hoogfrequent openbaar vervoer naar het centrum. En als dat er is, dan voorziet dat absoluut in een behoefte voor de bezoekers. Breda is een van de steden waar grote problemen voorspeld worden. Toch zien ze in Breda een transferium niet zitten en denken ze aan andere oplossingen. Nou, dat is bijvoorbeeld door snelfietspaden aan te leggen, dat mensen tot 25 kilometer van buiten Breda met de fiets kunnen komen. Wat voorheen met een normale fiets maar 10 tot 15 kilometer was. Nou, daarmee bied je ze een alternatief. En daarvoor zullen we onze infrastructuur ook echt moeten aanpassen. En is een transferium alleen geen oplossing. Shoppers zien wel iets in het idee van parkeren buiten de stad. Ja, dat zou ik wel overwegen. Ja. In Amsterdam doe ik dat af en toe wel. Verder heb ik nog nooit echt drukte ervaren eigenlijk in andere steden. Maar dat zou ik denk ik wel overwegen als het echt vol loopt. Ja. Zonder van de tijd om in de auto door te brengen terwijl je in de stad kan zijn, denk ik. In Den Bosch is het al met openbaar vervoer. Dat vind ik uitstekend. Dan moet je wel een x-bedrag betalen voor te parkeren. Maar dat is stukken minder als hier in Breda in de binnenstad natuurlijk. En dan word je toch netjes naar het centrum gebracht. En ook bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen in het verminderen van verkeer in de stad. Je zou zelfs als bedrijvenconglomeraat kunnen zeggen, laten wij gewoon als bedrijven investeren in parkeervoorziening speciaal voor onze forensen. En we gaan ze daar met ons eigen vervoer ophalen. Dan bespaar je een heleboel verkeersbewegingen de stad in en uit.